Jordi Kroeks nog eens mogen starten, dat betekent weer een trapje hoger in de rangorde bij Racing Genk, of zie ik dat verkeerd? Nee, het is fijn dat de trainer me het vertrouwen geeft en ik wist pas van donderdag dat ik mocht starten en het geeft me wel een hele boost en gelukkig hebben we vandaag gewonnen, het is wel schitterend. De wedstrijd zelf van jou, het was niet zo gemakkelijk. Je wou een aantal keer op links over je man gaan, maar het wil niet echt meezitten, hè? Ja, nee, ik vond het ook, maar je kunt niet elke match goed presteren, maar ik laat me dan niet hangen en nu opvouwen en de volgende match het hoofd niet laten hangen. Wat was juist de opdracht van de trainer voor de wedstrijd voor jou? Ja, gewoon mijn acties maken en de voorzetten geven. Maar een paar keer is gelukt, maar een paar keer ook niet. Dus ja, we zullen nu al hard op training moeten werken en dan zullen we wel verder zien voor volgende week. De wedstrijd zelf dan, Jordi. Jullie komen vlot 1-0 voor, maar dan slaat Agent eigenlijk heel snel tweemaal terug. Was er dan een beetje paniek in de ploeg? Is er een beetje twijfel gerezen? Nee, Genk is een ploeg die nooit twijfelt. We hebben genoeg kwaliteit en het is goed dat we met 3-2 hebben gewonnen. Ja. Inderdaad, met 3-2 gewonnen, maar laten we eerlijk zijn, het laatste kwartier was het bijna een beetje pompen of verzuipen. Hè? Ja, maar ja, het komt ook door de vele matchen die we gespeeld en we hebben gelukkig gewonnen en de 3 punten zijn belangrijk voor ons vandaag. Hè. Jij speelt en als je dan ziet wie er allemaal op de bank zit, krap je dan jezelf eens in het haar? Ja, nee. Ja, de trainer maakt zijn keuzes en als ze mij erop zet, geef ik me alles 100%. En wie die op de bank staat, geeft me ook het 100% het goed gevoel. En dat vind ik fijn dat ze dat zeggen tegen mij. Ja, Genk is een ploeg die jongeren de kans geven. Voel je dat ook zo aan? Je bent hier happy, veronderstel ik? Ja, tuurlijk. Ik ben 19 jaar en ik mag er al op 2 weken in de basis starten. Dat is een heel goed gevoel, ja. En nu stoelt je dromen van een basisplaats voor de bekerfinale? Ja, dat gaan we nog niet bekijken, maar we zullen wel, als de match de week ervoor is, dan zullen we het wel bekijken. Ja.